when you know I'm down, baby. Ja, Chelsea Laverne. Het is super vet. Ze gaan met de Talkbox spelen. Jamiroquai gaat ze spelen. Ze doet ontzettend veel. Veel verschillende artiesten waar ze mee speelt. Onder andere Matthijs gaat door. Open vibe en ze heeft er zin in. Dat is ontzettend leuk om te zien. Dus wij zijn heel benieuwd wat ze gaat spelen en hoe dat gaat klinken. Ja, we gaan nu gelijk kijken, want ze zijn daar. Ja. Hey. Yeah. Yes. Ja, zie je, bent helemaal ingebouwd. Leuk. Dit is gewoon jouw office voor vandaag. Met deze te gekke band. Ja. En jij gaat voor het eerst die talkbox gebruiken? Ja. Want dat heb je alleen binnen kamers geprobeerd, dus je probeert die kamer een beetje na te bouwen thuis. Inderdaad, ja. Ik heb heel erg thuis lopen oefenen en dan nu voor het eerst echt even heel gaaf. Okay. Nou, we gaan het horen en zien. Ja. Veel succes. Enjoy. Thanks dat ik hier mag zijn. Ja. Fijn dat je er bent. That's the way it's always been. Don't you know all good in the hood tonight? Did I forget to mention a little bit of tension makes the world alright? Chelsea, hoe was het vandaag? Echt super spannend, maar wel echt heel erg leuk. Ik had hele leuke muzikanten meegenomen. Guy Nichols, Camila Alfieri en Jermaine Gambier. Ja. En zij lieten me echt op mijn gemak voelen hier om dit te gaan doen en uit te proberen. Dus, speel je vaker met hun? Is dit een setting waar je vaak in speelt? Met Camila doe ik wel eens wat dingetjes. En met Guy en Jermaine zit ik in Tina the Musical. Dus over Tina Turner in het Beatrix Theater in Utrecht. Dus. Ja, en dat is gelijk een super grote productie die je speelt. Je doet ontzettend veel dingen. Je doet ook onder andere Matthijs gaat door. Ja. Speel je met echt grote artiesten, mag je gelijk spelen. Om maar eentje te noemen, Stromae. Is er eentje waar je natuurlijk mee mocht spelen. Ja, hoe is dat om met dit soort artiesten te werken? Het is echt bizar. Ik moet je eerlijk zeggen dat het voor mij ook soms nog wel als een droom voelt. Want zodra het seizoen eigenlijk afgelopen is en je thuis bent, dan zit je echt zo van, wow, is dit echt gebeurd? En dan kan je het gewoon bijna niet bevatten, maar ja, het is echt fantastisch. Hey, en de uiterste die je dus bijvoorbeeld doet met zo'n Matthijs gaat door en Tina Turner in het theater wat je speelt. Hoe ziet jouw werkpraktijk er nog meer uit? Wat ben je allemaal aan het doen? Ik zit ook eigenlijk bij een muzikantencollectief genaamd Soundwise. En dat is dan, dat doe ik af en toe ook onder leiding van Erik van Tijn ook wat klusjes daarnaast. En daarom heb ik bijvoorbeeld ook in april de Passion gedaan. Dat is dan weer totaal iets anders, maar ook wel weer echt heel erg leuk. Heb en dat je was, tijd genoeg om het allemaal voor te bereiden? Of, Ja, op zich wel. Ja. Het is natuurlijk altijd even passen en meten. En zeker ook met Tina, want daar heb ik echt een contract voor 3 keer per week. Oké, maar je bent ook wel vrij om dus andere dingen te doen. Ja, gelukkig wel. En dat is ook eigenlijk ook de reden dat ik in augustus op een gegeven moment ook mijn vleugeltjes ga uitslaan en weg van Tina ga. Want ja, ik vind musical echt super leuk, maar ik ben ook wel echt een live podium beest. En bij een musical zit je natuurlijk het grootste deel van de show ook in de orkestbak. Ja. En heb je tijd om ook eigen dingen te ontwikkelen? Want nu ben je ook met die talkbox. Ik heb begrepen dat je er thuis echt aan het oefenen bent. Ja, klopt. Dus als je zoiets dan koopt, dan heb je natuurlijk ook wel een soort hunkering om het met een groep uit te proberen, of niet? Ja, zeker. Ja, nee, ik maak ook eigen muziek. En het is eigenlijk mijn doel om met Talkbox, want ik vind dat ik niet zo'n goede zangeres ben, om dan met Talkbox mijn teksten te gaan doen. En dan live een soort van funk act met Talkbox en funky dingen en ook misschien een beetje nieuwe zolder tussendoor. Om dat te gaan uitwerken en daarmee. Ja, en zoals hier heb je nu met je band heb je hier gewoon gespeeld. Ja. Maar je hebt niet 2 eigen liedjes gespeeld. Nee, klopt. Waarom niet? Waarom niet? Omdat het voor mij nog niet het moment was. Hmm. Ik had denk ik, wat is het, een maand om hiervoor voor te bereiden. En ik dacht van, daar vind ik mijn liedjes nog niet af genoeg voor. Dus ik wil wel een beetje doen wat ik ga, een beetje laten zien wat ik wil gaan doen. Ja, want hoe zou je het omschrijven? Maar dan, hoe zou die muziek, hoe klinkt het? Oeh. Als je het omschrijft. Het is heel weird, gewoon weird the funk. Weird the funk, weird nice. Weird the funk. Omdat jij natuurlijk gaat zingen door die talkbox en dat ja. En het is ook een beetje, de teksten zijn ook een beetje raar. Ik heb bijvoorbeeld ook een liedje, die gaat dan alleen maar grooven, bla 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 bla. En dan zeg ik alleen maar, hey, he's a little bit of an asshole. Oh, yeah. En dan
Maar ja, zo, en dan kunnen mensen daar misschien helemaal om losgaan. Ik weet het niet. Vertel eens heel iets over je muzikale achtergrond. Ja, ik ben eigenlijk op mijn 7e begonnen met piano spelen. En toen ben ik bij een oud vrouwtje terechtgekomen in de straat. Daar kreeg ik pianoles. En die heette Mevrouw Land. En dat vond ik eigenlijk helemaal niks. Ik voelde het echt, ik zat daar alleen maar omdat zij had een schaaltje op de piano staan. Met lekkere dingen. Met de snoepjes. Dus, dat ik ook echt wel vroeger. Ja, ik zat daar alleen maar voor die snoepjes. Maar toen stopte ik daarmee en toen merkte ik toch wel dat als mijn vader, die had dan bijvoorbeeld U2 opstaan. Dus daar ben ik echt mee opgegroeid. En dan ging ik dat toch op de piano zoeken en van wat is dit dan? En ik hoorde het en ik merkte dat ik het meteen kon naspelen ook. En toen ging ik eigenlijk door met mezelf leren. En op een gegeven moment belandde ik in een bandje op de muziekschool. En ik was best wel een beetje een awkward, socially awkward kind vroeger. En toen merkte ik echt van, wow, muziek spelen met mensen, dat werd een soort van mijn taal. Ik merkte, toen hoorde ik wel eindelijk ergens bij. En kon ik met mensen communiceren op een manier die ik nog nooit had geleerd. En daardoor ben ik eigenlijk muziek gaan doen. En kun je misschien nog iets vertellen over jouw hele proces met het schrijven van eigen liedjes? Hoe ziet dat eruit? Nou, dat is wel eigenlijk een grappig verhaal, want daar is echt geen vinger op te leggen. Ik heb periodes dat ik helemaal niks schrijf en ik heb periodes dat ik heel veel moet schrijven. En ik heb ook, ik ben wel geïnspireerd geraakt door het album van Solange Knowles van Sit at the Table. Die vond ik echt helemaal te gek en toen, voordat dat album uitkwam, dacht ik echt van, oh, ik kan echt niet schrijven en ik word gewoon live muzikant en dat is het. En toen kwam dat album uit en toen daarna begon het bij mij ineens zo te kriebelen. En toen heb ik eigenlijk, ik heb heel erg dat ik schrijf op gebeurtenissen in mijn leven. En mijn allereerste liedje die ik toen had geschreven was een liedje Cheater. En dat was dan net nadat Donald Trump de verkiezingen had gewonnen in Amerika. En toen ging ik gewoon zitten aan de piano of aan mijn keyboard. En er kwam een beat uit en er kwam eigenlijk een heel liedje uit over hem als cheater, vind ik dan, in het leven. Omdat ik vind dat hij vooral speelt met het leven eigenlijk. En zo ontstond een eerste liedje en dat heb ik heel vaak, dat ik gewoon dingen meemaak. En dan ga ik even een avondje zitten en soms doe ik dan mijn ogen dicht en dan pak ik een sound uit mijn keyboard of een drumbeat en dan denk ik van oké, hiermee moet ik nu een liedje gaan schrijven. En dan komt er zo weer een gek liedje uit. Ja, die talkbox. Ja. Ik ben toch wel benieuwd nu. Oh my Kun je God. Er iets over vertellen en laten klinken? Yes. En je zei dat het niet zo makkelijk is, hè? Je moet echt wel even. Het is een bepaald effect. Ja. Je hebt het ook in het tweede liedje met name gebruikt, dacht ik. Ja. En nou, vertel even wat over, laat het horen. Ja, nou ja, talkbox, ik zal het even uitleggen. Ik heb een talkbox gekocht waarbij je dit kastje hebt. Dit is een soort van versterker waar je dan je buis insteekt. Je keyboard gaat, ik weet niet of dit te technisch is, maar er kijken vast heel veel muzikanten. Dus die snap het. Het signaal van je keyboard die gaat uit naar de talkbox. Dat stuurt hij uit en dat komt dan uit deze tube. En het handigste om voor een talkbox op je synth te gebruiken is een saw synth. Dus dat is zo scherp mogelijk synth geluid met bijna geen effect. Okay. Want dat, zo clean dat mogelijk helpt. Die zo saw clean sound mogelijk, gewoon. Ja. De saw sound. En dan doe je hem in je mond. En dan vervormt hij doordat je je mond beweegt. Je hoeft niet te praten. Je hoeft alleen maar je mond te bewegen alsof je playbackt. Ja, en je zingt dus ook niet mee op de toonhoogte. Nee. Je kan gewoon praten. Ja, je kan gewoon praten. Alleen eigenlijk moet je playbacken. Dus dat is wel heel moeilijk, omdat je soms ook de vorm van woorden moet je natuurlijk hierin krijgen. Mm-hmm. En dat is wel echt pittig. Daar ben ik nog ook mee aan het oefenen. Maar ik zal het even voordoen. Dus zie je, als ik mijn mond beweeg, dan hoor je dat verschil in toon. En dan wordt hij ook harder.
Hallo, is het met jou? Dus zo. En je moet natuurlijk ook een beetje kunnen spelen. Het kan een soort alter ego worden, hè? Dat je tweede bestaan lijkt als... Zo zie ik het ook een beetje eigenlijk. Ja, een soort van... Je kan er wel geïnspireerd worden omdat je anders gaat spelen natuurlijk met dat ding in je mond. Maar is dit ook echt gewoon een voorproefje van hoe we jou zo meteen met jouw muziek op het podium gaan staan? Met deze sound, gewoon echt Chelsea met de talkbox is gewoon daar. Ja, ik hoop het. Dit is eigenlijk een primeurtje dan. Al doe ik wel een cover, een hele vette cover van Jamiroquai, maar dit is wel een beetje wat ik wil gaan doen. Ja. Ja, en dat heet dan, ik heet toevallig, mijn hele naam is, want mijn artiestennaam, mensen kennen mij vaak als Chelsea Laverne. Ja. Maar ik heet Chelsea Meredith Laverne Woerdings. Ja. En dan, zoals je zei, dat alter ego wil ik eigenlijk Miss Meredith noemen. Miss Meredith. Heel handig drie namen gekregen. Dus dan gaan we hem ook gebruiken natuurlijk. Te gek. Dat je thuis ook alleen nog maar communiceert met via... Met dit. Oh my god. Maar je moet het wel voorzichtig aandoen hoor. Want ik hoor dat het voor je mond niet al te best is. Dus eigenlijk twee keer in de week en niet meer volgens mij. Nou, heel veel succes in ieder geval. En bedankt dat je hier wilde komen. En super fijn dat ik hier mocht zijn. Ja, vet. Ik vind die sound zo vet. Oh, cool.